zaterdag, 12 augustus, dag 9 van mijn uitdaging om beter en meer te bewegen. En dat 3 weken lang, 5 dagen per week, 1/2 uur per dag, besteden aan diverse trainingen. Pilates, biomechanica, bindweefsel. Ik ben nog in mijn schilderkleren en het grappige is, voorheen, want we bestaan inmiddels al een aantal jaren, tot ons 10-jarige bestaan, was het Pilates Center Asten. Inmiddels zijn we 7,5 jaar verder en heten we puur lijfzaken. En waarom? Omdat we niet meer alleen maar Pilates geven, maar natuurlijk ook biomechanica, restorative, nutritious movement, hoe je het ook wil noemen, of bindweefselmassage, fascia, meld. Ik ga vandaag een stukje biomechanica doen, stretchen, wat vooral goed is voor mijn knieën, mijn heupen, mijn rug, want ik heb daarnet, zoals jullie zien, geschilderd. En ik ga er even voor stretchen. En daarvoor gebruik ik een strap. Een elastieke strap. We hebben ook andere straps. Maar hiermee, in plaats van op de dome gaan staan, kan ik ook perfect mijn kuiten, mijn hamstring stretchen en mijn rug. Dus laten we vooral gaan beginnen. Oké, een flexibele broek is natuurlijk wel makkelijk. Als je voelt dat je kin omhoog wil, leg dan een kussen onder je hoofd, zodat je met je ogen recht naar het plafond kunt kijken. Til je bekken even op. Leg je rug eventjes helemaal mooi plat, zodat het prettig ligt. Dan leggen we de benen op bekkenbreed eerst eventjes neer. Handen naast je lichaam. En dan ademen we 3 keer diep in en uit en probeer te ontspannen. Dus adem rustig in. En adem uit. Laat je schouders los, maak jezelf helemaal zwaar. Adem weer in. En denk eens aan die 3D-ademhaling waar ik het over had. En adem uit. Eerst je borstbeen zinkt. Je ribben sluiten dan vanzelf. Zodat je iets meer buikspanning krijgt rondom en door je taille heen. Doen we nog 1 keer. Rustig in. En laat helemaal los. Ontspan je schouders, je borst, je ribben, je buik. En dan voel je dat je een bepaalde holling hebt in je rug. Waarschijnlijk zal die holling lopen tot aan je ribbenkast. En dat heeft alles te maken met de spanning in ons middenrif. Dus ademen, waar ik het gisteren over had, heel erg belangrijk. Oké, maar we gaan stretchen. Zet je voeten parallel, bekkenbreed neer. Maar let op dat je bekken niet kantelt. We gaan nog even terug. Als je je benen weer uitstrekt, liggen ze, als het goed is, aan de achterkant helemaal plat. Nou, leg je handen terug op je bekkenpunten, je schaambeen. Dit is weer die driehoek, die horizontale driehoek voor het neutraal bekken. Hou die driehoek terwijl je rustig 1 voet inschuift, de andere voet inschuift en zorg dat je bekken niet kantelt. Oké, gaan we even testen of je buik aangaat. Adem rustig in, driedimensionaal. En dan adem uit met die harde S. En voel dat je buik helemaal aanspant. We kunnen het controleren door onze voeten op te tillen zonder dat er iets gebeurt in het bekken. En zet ze weer neer. Doen we nog 1 keer. Adem in. Naar de zijkanten, voor, achter, boven, beneden. En adem uit met die harde S. Voel en volg. En kijk of je met je buikspier je voeten van de mat kunt tellen en zet ze weer neer. Oké, pakken we de band. Midden van de band doe je dan de bal van je rechtervoet net onder je tenen. En dan steek je je handen er helemaal doorheen, zodat de band om je polsen zit. Nou, buig je knie en laat gewoon je voet naar beneden vallen. Dan draaien we onze handpalmen naar onze neus met de duimen naar buiten en de vingers gestrekt omhoog. Belangrijk dat je biceps het werk gaan doen en dat je dus niet aan je schouders gaat trekken. De schouders zijn laag, adem weer rustig in. Op de uitademing verleng ik mijn armen en strek ik mijn been recht naar voren uit. Dus kick je been. Nou, zwaar voor je armen, dus laat je been omhoog komen. Je bekken is nu weer neutraal, kijk hoe ver dat je kunt. De meest gemaakte fout is je polsen buigen. Hou je vingers gestrekt, hou je duimen naar buiten. En als je nou je bekken niet gekanteld hebt, dan kun je heel simpel je linkerbeen neerleggen. Adem rustig in. Adem uit.
duw je bil naar beneden, duw je hak naar het plafond. Adem weer in. En adem uit, van boven naar beneden, je borst, je schouders, je ribben, je bil wegsturen en je hak naar het plafond. Doen we nog één keer, hoe is het met je armen? Heb je je duimen nog naar buiten, je vingers gestrekt naar het plafond en adem weer helemaal leeg, leeg, leeg. En dan ga je draaien, roteren noemen wij dat hier. Draai je bovenbeen naar buiten en terug. Dus elke keer als je draait, denk dan je rechterbil naar beneden. Draai en terug. En roteer en terug. En hou die rotatie vast. Controleer nog even of je handen goed zijn, je ellebogen, je schouders. En dan kruis je hem een klein beetje over naar links. Een heel klein beetje, maar want je wil nog steeds je rechterbil naar beneden sturen. Adem weer rustig in. En adem uit. En breng je been terug in het midden. Buig de eerste linkerknie. Buig je rechterknie. Kun je wisselen van voet. En dan zetten we de rechtervoet plat op de mat. Bekken breed. Controleer weer. Zijn mijn vingertoppen naar buiten of naar boven? Mijn duimen naar buiten. Trek je ellebogen een beetje naar beneden. Kijk naar het plafond. Adem in. En op de uitademing kik je been recht naar voren om je been te strekken. En nou breng hem omhoog, 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 omhoog. Zorg dat je bil naar beneden blijft. En leg je rechterbeen plat. Drie volledige ademhalingen, driedimensionaal. En adem uit. Duw je bil weg terwijl je hak naar het plafond stuurt. In oppositie. Dus in twee richtingen stretchen. Naar het plafond, naar de grond. En adem goed uit. 5, 4, 3, 2, 1. Doen we de laatste. Rustig in. Blijf je bil wegsturen, je hak. Goed je knieholte strekken met een neutraal bekken. En adem uit, uit, uit. Gaan we weer naar die rotatie. Draai je bovenbeen naar buiten. En terug. Als je bovenbeen naar buiten draait, draait je hak naar binnen. En terug. Dus draai in het kommetje van je heup. En hou je ellebogen tegen je taaien. Draai. En terug. Roteer. Hou vast. En dan kruis je hem een beetje over naar rechts. Hou die ellebogen. Laat je biceps het werk doen. Adem goed in. En adem uit. Duw je bil nog een beetje meer weg. Probeer je hak nog meer naar het plafond te sturen. En adem weer uit. En dan brengen we been terug in het midden. Buig het eerst de rechterknie. Laat je linkervoet weer naar beneden komen. Dan kun je de lust ervan afpakken. Deze stretch is een beetje zwaarder als de paarse strap stretch die wij normaliter doen. Oké, we zetten de voeten tegen elkaar aan. Leggen de handen weer terug. Vingers op het schaambeen. Handpalm, handwortel op je bekkenpunten. Laat je ellebogen vallen. Adem je weer in. Op de uitademing voel en volg. Laat je borst zinken. Je ribben sluiten. Je buik gaat aan. Hou het bekken neutraal en open je benen voor de kobbler stretch. De binnenkanten van je dijbenen. Vind je het moeilijk om ze los te laten? Of heb je de neiging om je billen aan te spannen? Laat ze los. Bekken blijft neutraal. Wat je wel zou kunnen doen is je vingertoppen op de bekkenpunten zetten en een beetje schommelen. Bewegen is namelijk altijd makkelijker als helemaal stil liggen en vasthouden. En als je denkt, nou kan ik ze wel loslaten, die binnenkant dijbenen, laat ze dan hangen. Controleer weer of je schaambeen, je bekkenpunten horizontaal liggen. Zijn je hele voetzolen gesloten? Waar is mijn kin? Adem rustig in. En adem uit. Laat los. En nog één keer rustig in. En adem uit. Dan sluiten we de knieën. Leggen de handen naast ons lichaam. Een hele makkelijke methode, een trucje om je schouderbladen in de mat te krijgen, is je vingers spreiden, naar voren reiken, je schouderbladen plat neerleggen en dan leg je je armen plat.
Oké, hou die handen in de mat, hou je knieën en voeten bij elkaar. En op een volgende uitademing twist alleen je knieën naar rechts, maar hou je schouderbladen in de mat. Dus adem in. Voel en volg, je ademt uit. En twist je knieën naar rechts. Schouderbladen blijven in de mat. Ik voel hem nou op mijn bekkenrand stretchen. Dus hoe meer ik uitadem, hoe meer buikspanning. Des te groter wordt de stretch. Probeer ook je linkerbil weg te sturen. Nog één. En adem uit. Een prep voor de spinal twist. Nou draai ik mijn handpalm omhoog met mijn duimen in de mat. Ik strek mijn linkerbeen uit, flex mijn enkel. En dan mogen mijn schouderbladen loskomen, gaan letterlijk hangen. Hangen, hangen, adem in over je hele linkerkant. En terwijl je uitademt, ontspan je borst, je ribben. Duw je linkerbil van je weg en stuur die hak weg in oppositie. Grote diepe stretch in je bekken, op je bekkenrand. En adem weer uit. Buig je knieën, voeten op elkaar. En dan kom je rustig terug. Als we nou de benen gaan strekken op bekkenbreed, dan voel je ook dat één been letterlijk langer is. Bij mij kun je dat ook heel goed zien. Dus we laten vooral de andere kant gaan doen. Ik buig mijn knieën weer. Zet mijn voeten tegen elkaar aan. Waak ervoor dat je bekken blijft liggen. Spreid de vingers rijk naar voren. Schouderbladen liggen plat in de mat. Leg eventueel je kussentje goed. Adem weer diep in. Oh, we hebben Bowie, die komt ook meedoen. En adem uit. En twist je knieën naar links. Hou je voeten knieën op elkaar. Hou je schouderbladen in de mat. Adem weer rustig in. En adem uit. Hou die schouderbladen, maar laat je knieën zinken. We doen er nog één rustig in. En adem uit. Ik denk dat Bowie ook mee biomechanica wil doen. En dan gaan we de rechterbeen strekken. Hou je knieën bij elkaar. Terwijl je uitademt, ontspan je borst, je ribben. Laat die been meer hangen. Handpalmen naar het plafond. Ik word een beetje afgeleid door een kleine kater. Adem rustig in. En stuur je hak weg, stuur je bil weg in oppositie. Let op je kin, Angelie. Rustig in. Auw, Bowie! En buig je knie en kom rustig terug. Terug. Zetten we de voeten op bekkenbreed neer. Een hele makkelijke methode is je voorvoet laten staan. Til je hakken op, zet ze naar buiten. Til je voorvoet op, zet ze naar buiten. En lijn je voeten weer op bekkenbreed uit. Oké, we hebben van de week al een keer eerder een piriforme stretch gedaan. Laten we hem vandaag ook weer eens doen, maar dan weer net even op een andere manier. Leg je handen weer terug op je schaambeen, je bekkenpunten. Is dat bekken neutraal? Ja, nou til je rechterknie op naar je borst. Maar we gaan die onderbeen voor ons linker bovenbeen kruisen. Zo gauw je nou die knie laat hangen of je gaat duwen, trek je bekken scheef. Daarom liggen je handen daar om te controleren. Wat we ook zouden kunnen doen om te testen is, ik adem in, adem uit met die harde S, gaat mijn buik aan, dan kan ik nou heel simpel mijn voet optillen, gewoon laten hangen, mijn rechtertenen kijken naar het plafond, adem weer in, hou die buikspanning, dus dwing jezelf in je flanken en je schouderbladen te ademen. En op de uitademing trek ik die linkerknie een beetje meer naar mijn borst. Maar ik probeer mijn billen weg te sturen. Daar heb je die oppositie weer. In twee richtingen stretchen. Ook goed voor je windweefsel. We doen er nog één. Rustig in. En adem uit. Voel, volg. Je buik gaat aan. Trek je knie in. Maar duw je billen weg. En dan brengen we de voeten rustig terug naar de grond. En dan zetten we de andere neer. Mijn bekken is nog steeds neutraal. Dus, hou hem neutraal terwijl je je linker optilt. Misschien is dat best wel moeilijk, omdat je heel weinig ruimte hebt in je rug of bij je bilspieren, je piriformis. Misschien zijn je hamstrings wel te kort.
Belangrijk is dat het bekken neutraal blijft. En dat de afstand tussen je bekkenpunten en je ribben exact hetzelfde blijft. Dus we ademen weer in. Adem uit. Mijn buik gaat weer aan, kan ik mijn voet liften. Mijn linkertenen kijken naar het plafond. Mijn rechtervoet laat ik gewoon hangen. Ik concentreer me op mijn billen wegsturen. Op mijn ademhaling. En pas als alles aanstaat, trek je die rechterknie naar je toe. Om er een diepste stretch te krijgen in die bil. De achterkant van je heup, je piriformis. Adem weer rustig in. En adem uit. Duw je billen weg. Hou je nek lang. Laat je ribben zinken. En dan zetten we weer rustig de voet terug. En de andere voet ernaast. En dan sluit je de benen, rol op je zij. En dan kom je terug. Zo, ik heb even wat lekkere dingen gedaan voor mijn rug. En het was hard nodig na al dat schilderen. Morgen weer een filmpje. Ik ga een andere les, zorgles doen. Ik ga weer door met klussen. Tot morgen.